Goed, dames en heren, jongens en meisjes, welkom wederom hier vanaf het heilige gras van VV Staphorst hier op Sportpark het Noorderslag. De man die denk ik bijna alle hoeken en gaten en grassprieten van het veld hier wel een keer gezien heeft, staat naast mij, onze aanvoerder Martijn. Je gaat je 20e seizoen tegemoet, als ik het goed heb, in de eerste selectie van VV Staphorst. We hadden eerder al eens een keer Damon Scha uit Rovin aan de microfoon, die is 20. Geeft dat nog een speciaal gevoel dat je je 20e seizoen gaat maken, of gaat dat eigenlijk bij je langs? Het getal 20, dat gaat eigenlijk wel bij mij langs, moet ik zeggen. Maar ja, het is wel bijzonder natuurlijk dat ik al zo lang hier loop. En of het dan 20 is of 19 of 21, dat zegt mij dan niet zo heel veel. Maar ja, ik bedoel, het is wel bijzonder dat ik inderdaad zo lang onafgebroken hier in de selectie zit. Ja, dat zegt jou dan misschien niet zoveel, maar ik weet uit ervaring dat er veel mensen die langs de lijn staan, die Staphorst een warm hart toedragen en ook jou een warm hart toedragen, dat ze dat wel veel doen, want 20 jaar is toch heel lang. Ik kan me nog herinneren, dat is er wel heel lang geleden, volgens mij was dat nou in Hoekmanse tijd of voor die tijd dat je er ook aan speelde, dat ik nog een keer met je naar Heerenveen moest, want Martijn had eens een keer weer wat met enkel of met de knie, ik weet het niet eens meer, maar dat is al heel lang geleden. Je bent gepromoveerd met je groep. Want zo noem ik het maar. Eigenlijk had dat een kampioenschap moeten zijn. Voel je dat als aanvoerder nou ook als een soort van toch een gemis? Of valt dat wel mee? Je bedoelt het missen van het kampioenschap met. Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, dat was gewoon. Dat is gewoon het dieptepunt van het jaar, zeg maar, uiteindelijk. En dat het nu uiteindelijk alsnog rechtgetrokken wordt met promotie, voelt echt wel heel erg rechtvaardig. En voelt ook niet heel vreemd of zo, want ik had ook absoluut niet het idee dat wij dit nog weg gingen geven in de competitie. Dus ik had ons echt kampioen zien worden. Het voelt vooral wel, kijk, ik bedoel, ik heb de promotie meegemaakt naar de hoofdklasse. Ik weet wat voor feest dat was. Ik heb de bekerfinales meegemaakt. Ik bedoel, dat zijn de wedstrijden en de dagen die je gewoon nooit van je leven meer vergeet. En heel veel andere wedstrijden die vergeet je toch wel in de loop van de tijd. En dit had natuurlijk een moment kunnen zijn in vergelijking met dat uiteindelijk. Dat had op dezelfde hoogte kunnen komen. En dat zo'n dag, zo'n happening wordt je ontnomen. Daar baal ik natuurlijk gruwelijk van. Ja, daar baal je als aanvoerder van en als groep van. En wij als supporters baalden er ook van. Maar het leven gaat door en die corona speelt nog even part in. Dus je kunt nou niet in groepsverband eigenlijk trainen. Je kunt geen spelsituaties doen en dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk bezig zoals een keeper altijd bezig is, individueel aan het trainen. Maar hoe houdt iemand die al zo lang in de eerste selectie zit, hoe houdt hij zich fit? Nou, we weten dat je op zich een redelijk fit persoon bent, maar kun je de motivatie opbrengen om al heel veel voor jezelf te doen? Nou, dat is nooit mijn probleem geweest, om de motivatie om te blijven trainen. Dat doe ik altijd. Dus dat maakt voor mij geen verschil. Wat wel in het begin even moeilijk was, is om die eerste keren hier weer naar de club te gaan. Terwijl je weet, op dat moment, dat je geen idee hebt wanneer je weer competitie gaat spelen. Je hebt net zo'n gigantische domper gehad. Nou, ik moet wel zeggen dat wel even zwaar was de eerste week. Maar op een gegeven moment ben je hier toch weer en dan... Dan besef je ook wel weer dat voetbal uiteindelijk wel datgene is wat je het allermooiste vindt. Ik bedoel, ik kan racefietsen doe ik wel eens. Ik loop hard. Fitness is allemaal leuk. Maar uiteindelijk blijft het voetballen blijft het leukste. En daar kom je dan toch wel weer achter. En ja, daarom heb ik eigenlijk ook geen training gemist tot dusver weer hier. Dus dat is zegt genoeg, denk ik. Is het dan ook nog een motivatie dat je met een nieuwe groep staat? Of maakt dat weinig uit? Ik moet eerlijk zeggen dat me dat niet zo heel veel uitmaakt. Vooral ook omdat je, wat je al zegt, je kunt geen spelsituaties oefenen. Dus je kunt wel wat dingen zien van die jongens. Maar uiteindelijk blijft het nog steeds gisteren van wat kunnen ze nou. Dus die nieuwsgierigheid daarna, die is eigenlijk nog steeds intact. Dus daar ben ik benieuwd hoe dat zich straks in het volgende blok gaat. Ja, laten we hopen dat ze het niveau in ieder geval zo gauw mogelijk aantikken. En wie weet misschien wel nog hoger. Maar het gevoel is goed. Ja, de eerste indrukken van de nieuwe jongens zijn goed. Er zijn natuurlijk wel veel jongens weggegaan uiteindelijk weer. Of veel, maar best wel, ja, toch wel wat. En er wordt dan deels aangevuld met eigen jongens. Aan de ene kant een goede zaak, denk ik. Omdat dat als stappers zijn, moet dat ook wel een keer gaan gebeuren. Want als je ziet, de laatste jaren is dat natuurlijk, dat is uit nood geboren natuurlijk. Ik bedoel, iedereen die hier loopt, die heeft het liefst
allemaal jongens uit Staphorst hier in de eerste elf voor staan. En dan speel je Eredivisie mee. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Maar ja, jullie hebben het niveau zo, de lat zo hoog gelegd dat voor de spelers van onze eigen club ja, is het gewoon moeilijk om aan te haken. Maar desondanks staat hier wel altijd heel veel volk aan de lijn. Men mag hier graag komen, spelers mogen hier graag komen. Nou, je weet zelf hoe de beleving hier altijd is. Dan gaan we de derde divisie in. Heb je een bepaald verwachtingsniveau? Ja, dat is lastig hè. Je hebt natuurlijk jaren gezien dat de kampioenen uit de hoofdklasse dat die direct er weer uitgingen. Maar ja, je hebt ook een voorbeeld zoals afgelopen seizoen natuurlijk. Sparta Nijkerk die gewoon, eigenlijk gewoon kampioen wordt daar. En omdat er geen promotieregeling is, blijven ze dan in dezelfde divisie. Maar, en je hebt natuurlijk ook een Excelsior gezien, die heeft het ook hartstikke goed gedaan. Ja. Dus daar wil ik me wel graag aan spiegelen. Nou. De aanvoerder die spiegelt zich graag aan Sparta Nijkerk en Excelsior. Of dat helemaal toereikend is met de groep die we hebben. Ja, we zullen het zien. Martijn heeft alle vertrouwen en wij hebben alle vertrouwen in hem. En hij neemt de boel wel op sleeptouw. Zo is hij ook wel weer. Martijn, bedankt. Veel succes. En hopelijk trek je de lijn voort zoals je dat al jaren doet. Ik heb er eens even nagekeken. De laatste vier seizoenen. 17, 18, 16, 17 volgens mij. In competitieverband. Nou, ik denk dat de trainer daarover tekent, denk je niet? Daar ga ik wel vanuit, ja. Ik denk dat ik er zelf ook wel voor kan tekenen, hoor, moet ik zeggen. Goed zo. Martijn Brakke, onze trotse aanvoerder die zijn mannen meeneemt in de bus straks naar elke derde divisionist die het op moet nemen tegen VV Staphorst. Martijn, bedankt jongen. Graag gedaan, Marcel.